Verder hoe een debat ontspoort, de beveiliging voor Sylvana Simons. En Geert Wilders neemt het laatste woord in zijn proces. Wat rechtvaardigt dat ik hier sta als verdachte, alsof ik een bank heb overvallen of een moord heb gepleegd? Politiek verslaggever Remco Teulings, wat vond jij van Wilders' slotwoord? Ja, Wilders heeft zelf altijd gezegd dat dit een politiek proces is. Nou, voor zover dat nog niet zo was, heeft hij er vandaag in ieder geval wel van gemaakt. Ga eens raden maken van het 1 Vandaag opiniepanel. Waar heb jij vandaag naar gekeken? Ja, Wilders heeft het heel veel over die vrijheid van meningsuiting. Dus wij hebben mensen gevraagd, hoe ver gaat die volgens u eigenlijk? Mag je beledigen? Mag je haat zaaien? Mag je discrimineren? Met andere woorden, hoe ver is Wilders te ver gegaan? We praten zo verder. Ja, we zagen het natuurlijk. Geert Wilders kwam dus uiteindelijk toch naar de rechtszaal. Maakte gebruik van het recht dat elke verdachte heeft, het laatste woord. Wat heb ik nou eigenlijk gedaan dat dit proces rechtvaardigt? Wij volgen de letter van de wet en de bedoeling van de wetgever en stellen vast dat Wilders die wet heeft overtreden. Dit proces, meneer de president, stinkt echt van alle kanten. Het zou Turkije of Iran, waar de oppositie ook voor de rechter wordt gesleept, niet misstaan. Het is een charade, een blamage voor Nederland, een aanfluiting voor onze rechtsstaat. Er bestaat in Nederland geen onbegrensde vrijheid van meningsuiting als u vrij spreekt. En we gaan niet naar een totale onderdrukking als u veroordeelt. Ik ben geen racist en mijn kiezers, want dat vind ik nog veel erger, mijn kiezers zijn ook geen racist. De Nederlandse strafwet is duidelijk en geldt voor iedereen, dus ook voor Wilders. Als we een politicus uit de oppositie die premier dreigt te worden in de rechtbank proberen kalt te stellen, dan gaat het mooie land naar de verdoemenis. Het Nederlandse volk, wat ik vertegenwoordig, zal winnen. En zal zich goed herinneren wie aan de goede kant van de geschiedenis stond. Het gezond verstand, meneer de president, het gezond verstand zal het winnen van de politiek correcte arrogantie. Geert Wilders toch bij dat proces, tenminste op de laatste dag, Remco Teulings. Waarom is hij uiteindelijk toch gekomen? Ja, in de afgelopen zittingen was hij afwezig omdat hij wilde protesteren tegen het feit dat hij überhaupt daar in het beklaagde bankje zat. Maar ja, het is een politicus, hè? En het was natuurlijk een mooi podium om zijn punt nog een keer te maken. En daarnaast is het natuurlijk gewoon ook buitengewoon vervelend voor hem dat hem een straf boven het hoofd hangt. Ja, en als je dan een keer de kans krijgt om de rechtbank uitgebreid toe te spreken zonder te worden geïnterrumpeerd, zoals in de Tweede Kamer dan wel gebeurt, ja, dan grijp je die kans natuurlijk met twee handen aan. Maar heeft hij ook iets gezegd dat de rechter zou kunnen overtuigen van zijn onschuld? Nou, niet in juridische zin. Dat liet hij over aan Knoop, zijn advocaat. Het was eigenlijk een heel politiek verhaal. Hij benadrukte het belang van vrijspraak voor hem, maar hij zei ook voor de miljoenen mensen die mij steunen. En hij zei ook, ja, de vrijheid van meningsuiting is eigenlijk in het zwaar beveiligde leven dat ik leid, de enige vrijheid die ik nog heb. En hij zei, voegde daar aan toe, ik heb ook niks verkeerds gezegd. En uiteindelijk zal het gezond verstand overwinnen boven de politiek correcte arrogantie. Nou, daarmee werd natuurlijk een hele politieke speech. En ik zei net al, voor zover het geen politiek proces was, wat hij altijd al heeft beweerd, heeft hij er vanmiddag wel van gemaakt. Gaan we naar Gijs Rademaker van het 1 Vandaag opiniepanel. Gijs, dat proces dat gaat over haatzaaien, over aanzet tot discriminatie. Wilders zelf heeft het over de vrijheid van meningsuiting. De leden van het 1 Vandaag opiniepanel, wat vinden zij? Waar gaat dit over? Ja, het heeft natuurlijk heel erg met allebei te maken. Maar wij vroegen mensen waar het vooral over ging. En dan zie je dat veel mensen meegaan in de gedachten van Wilders en de vrijheid van meningsuiting kiezen. Zij hebben het gevoel dat die vrijheid beperkt wordt als Wilders wordt veroordeeld. Ja, aanleiding is die minder Marokkanen-uitspraak. Mm-hmm. Vinden de leden van het panel dat hij dat niet kon of niet kan zeggen? Ja, opvallend is dat we daar 2 jaar geleden heel anders over dachten dan dat we in ieder geval toen er heel anders over dachten. Toen was er, u ziet, veel verontwaardiging. Verschillende PVV'ers stapten op. En toen vond dus ook een meerderheid dat Wilders zulke uitspraken niet mocht doen. 64%. Nu, 2 jaar later, ligt dat heel anders. Want kijk, nu vindt de grootste groep juist dat hij dit wel mag doen. En deze uitslag die ligt vrij dicht bij elkaar in 2016. Dat meningen zijn dus vrijwel gelijkelijk verdeeld. Ja. Hoe zie je dat zich dat politiek vertaalt? Ja, als we naar kiezers gaan kijken, dan zien we hele scherpe lijn en grote verschillen. Kiezers van natuurlijk de PVV, maar ook VVD, 50+, VNL scharen zich massaal achter Wilders. Vinden dus dat hij dit wel mag zeggen. Maar u ziet, kiezers van PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie die zijn het daar totaal mee oneens. En ze vinden het juist verwerpelijk wat Wilders doet. Ja, je mist hier toch 2 grote partijen, het CDA en de SP. En hun kiezers zijn eigenlijk als enige
diep verdeeld over de kwestie. Ja, even terug naar die vrijheid van meningsuiting. Ja. Wat vinden de leden? Hoe ver mag je daarin gaan? Ja, dat is juist een onderwerp waar kiezers, waar iedereen het eigenlijk over eens is. De vrijheid van meningsuiting gaat zo ver, kijk mee, dat je best mag beledigen. Hoe vervelend dat soms ook is. Maar je ziet het, discrimineren en erger, ja, dat gaat mensen gewoon te ver. Ook PVV'ers? Ja. Alle kiezers, ook PVV'ers, gaat dat te ver. Oké, maar dat betekent dus dat een groot deel vindt dat Wilders niet discrimineert met deze uitspraken. Klopt, dat argument, dat is het hoofdargument wat mensen gebruiken. Zij vinden deze uitspraken geen discriminatie. En dus vallen ze volgens hen binnen die vrijheid van meningsuiting. Let wel, hè, volgens 53% van de mensen. Degene die er echt over gaat, die de uitspraken toetst aan de wet, dat is natuurlijk de rechter. En die doet 9 december uitspraak. Gijs Rademaker, dank je wel. De vraag is, wat doet Wilders dan met en na die uitspraak? Wilders' verhouding met de rechterlijke macht, die is moeizaam. Onlangs zei hij nog dat hij zich niks zal aantrekken van een eventuele straf. En ook bij de vorige rechtszaak kondigde hij aan dat hij een veroordeling naast zich neer zou leggen. Ik sprak, ik spreek en ik zal blijven spreken. Ja, doe eens normaal, man. Wat acht. Ja, doe eens normaal, man. Dat is de... Ja. Lekker zelf normaal. Dat heeft hij niet. Zo, jongen. Voorzitter, wat een zielig mannetje is de heer Pechtold toch. En dat betekent dat het verschil tussen deze Kamer, dit nep-parlement... Want dat is het. Een nep-parlement. Je kunt toch niet praten over de premier van Turkije als de islamitische aap? Dat is toch een idiote uitspraak? Is gezegd. Dat heeft hij niet gezegd. Doe eens normaal en rustig, man. De rode loper wordt uitgerold voor deze testosteronbom. Meer of minder Marokkanen? Nogmaals, politiek verslaggever Remco Teulings. Een verdachte die vooraf al zegt dat hij zich niet gaat houden aan de uitspraak van de rechter. Wat moet de rechter daarmee? Ja, dat is natuurlijk een probleem. Hij heeft verschillende opties. Hij kan natuurlijk meegaan met de eis van het Openbaar Ministerie en die 5000 euro boete opleggen. Die wordt dan al niet gecrowdfund betaald en daarmee is de kous af. Hij kan natuurlijk zeggen, ja, het is kennelijk een zinloze exercitie. Ik spreek hem vrij. Maar hij kan natuurlijk ook zeggen, joh, om wat extra in te wrijven bij Wilders, dat het echt menens is, doe ik nog een schepje bovenop. Mm-hmm, maar Wilders gaat bij een veroordeling zeer waarschijnlijk in hoger beroep. Kan hij dan in de tussentijd nog omstreden dingen blijven zeggen? Nou ja, in principe wel. Kijk, die straf wordt pas bevestigd als de hele rechtsgang is afgerond. Dus hoger beroep, cassatie, eventueel Europees Hof. Als die allemaal die straf bevestigen, dan is die boete onherroepelijk. Of een andere straf die hij krijgt. In de tussentijd kunnen natuurlijk mensen, als hij weer andere dingen zegt, gewoon weer aangifte doen. Maar ik kan me voorstellen dat na deze twee processen de animo bij het OM om weer een nieuwe zaak te beginnen niet zo heel groot is. Ja, want hij kan dus ook vrijgesproken worden. Gaat dit allemaal nog een rol spelen in de verkiezingen, denk jij? Ja, kijk, bij vrijspraak dan wordt dat minder vast nog wel een keer herhaald. Wordt misschien wel op een vaandel gestikt en meegedragen in die campagne. Wordt hij veroordeeld, dan zal dat het verhaal worden. Zal hij zeggen, ik lig in de clinch met justitie en ik blijf mij verzetten. Dus ja, hoe dit ook loopt, hoe dit proces ook afloopt, veroordeling of niet, ja, het zal zijn sporen blijven nalaten. Remco Teulings, dankjewel. Ja, de nieuwstrend, Rob Hadders, die gaat ook over toon en debat, hè? Ja, dan toon van een ander debat inderdaad. Het debat over Sylvana Simons. Want gisteren is bekend geworden dat zij inmiddels moet worden beveiligd vanwege alle dreigementen die ze binnenkrijgt. En het Algemeen Dagblad publiceert vandaag een aantal van dat soort dreigmailtjes die dagelijks binnenkomen. Eén daarvan staat bijvoorbeeld in hoepel op, vuile gore, zwarte aap. Nou, dat komt natuurlijk allemaal bovenop dat hele racistische filmpje wat afgelopen weekend op internet opdook. En Sylvana Simons sprak erover gisteravond in het televisieprogramma Pauw, waarin ze vertelt wat voor indruk dat allemaal op haar maakt. Het grijpt in, zoals dat heet. Ja, het is heftig. Het is een enorme inbreuk op mijn bewegingsruimte. Ik kan heel veel dingen niet meer zo spontaan doen als dat ik ze kon doen. Nou, als je wilt zien wat voor reacties ze allemaal krijgt, kun je kijken op haar Instagram-pagina. Dat hebben we vanmiddag gedaan. Nou, werkelijk op iedere foto waarop je klikt, komen dit soort reacties voorbij. Met als een van de dieptepunten zou je kunnen zeggen, Sylvana, pleeg alsjeblieft zelfmoord. Nou is al langer op bekend dat zij dit soort reacties krijgt. Maar hoe en wanneer wordt nou bepaald dat ze echt beveiligd wordt? Nou, er zijn allerlei procedures voor. En politiek verslaggever Mark Bellefante legt uit hoe dat ongeveer gaat. Als je contact hebt met de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, dan wordt er daarna een analyse gemaakt. Hoe groot is de dreiging van die persoon?
En afhankelijk van die dreiging worden er maatregelen genomen. Nou, dat kan zijn adviezen van neem niet altijd dezelfde route, totdat 24 uur per dag, 7 dagen per week bewaking om iemand heen. En worden er behalve dan die bewaking, beveiliging, ook nog andere maatregelen genomen? Ja, want de maker van dat filmpje waar ik het net over had, die is inmiddels vastgezet. Maar de politieke partij DENK van Sylvana Simons, die wil dat het nog veel verder gaat. Zij zeggen vandaag dat ze een eigen onderzoek zijn gestart naar de websites Geen Stijl en De Post Online. Want zij zeggen dat die websites de toon van het debat heel erg beïnvloeden met opruiende teksten waarmee ze alleen maar olie op het vuur gooien. Nou, die websites zijn daar niet blij mee. Zij zeggen dat is nogal hypocriet van DENK, want juist DENK polariseert en gooit olie op het vuur. Bijvoorbeeld toen de voorman van DENK, Usturk, een tijdje geleden zei dat je Wilders zou moeten kunnen vergelijken met een tumor in je hoofd. Ja, nou ja, wie het ook aanjaagt, en misschien doen ze dat ook allemaal wel. Het lijkt haast normaal te worden dat politici moeten worden beveiligd. Ja, uiteindelijk, aan welke kant je ook staat, dat is wel een beetje de treurige trend van de afgelopen jaren. Vindt u dat u zelf bewaakt moet worden? Los van de vraag, dat gebeurt nu, maar moet dat ook? Ja, er is helaas aanleiding toe. En het is te gek dat er aanleiding toe is. Sinds de dag waarop Theo van Gogh werd vermoord, dinsdag 2 november, is Hirsi Ali ondergedoken. 2 weken is hij nu al niet meer thuis geweest. Te gevaarlijk. Altijd zijn er beveiligers om hem heen. Dat laatste ging natuurlijk over Geert Wilders. Als er nou iemand is die weet hoe het is om altijd beveiligd te moeten worden, dan is hij het wel. Wat vindt hij nou van deze hele zaak? Nou, dat is eigenlijk wel opmerkelijk. Hij heeft daar gisteren over getwitterd. Hij zegt, het allerbeste zou natuurlijk zijn als mevrouw Simons tegen zichzelf in bescherming wordt genomen en DENK wordt opgeheven. Nou, die tweet viel niet bij iedereen in goede aarde. Jesse Klaver die reageerde daar onmiddellijk op. Hij zegt, zelf beweren dat je mond doodgemaakt wordt, maar tegen een bedreigde collega zeggen dat ze beter kan stoppen. Ongelooflijk. Nou, je ziet het ruzie op sociale media gaat in ieder geval nog wel even door. Rob Hadders, dankjewel. En zo meteen...